Kijk dan. Want wij vieren lekker kerstavond. Viva la mama. Vince la mama. Con la paloma. Hoi daar, Jess. Hoi daar beneden. Doe het geluid van de tv eens uit, schat. Dat die magische kracht heeft. Dankjewel, kerstman! Het is tweede kerstdag en dat is vandaag bij ons. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. We hebben weer boodschappen binnen van Budlon. En daar zijn we altijd heel erg blij mee. Ja. Ik heb toch altijd ook een beetje het gevoel van, omdat er meestal ook wel wat apartere dingen bij zitten, die we niet altijd normaal gesproken bestellen. Nog altijd een cadeautje of zo. Dat het gewoon spannend is, wat zit erin dit keer? Meestal omdat jij het bestelt. Ik het van niet weet. Nou, ik heb iets besteld wat ons... Het is eigenlijk een soort van cadeautje en reminder en misschien wel leuk om een beetje die gevoelens van toen weer te laten herleven. Zo dan, heel diep. Sambuca. Ja. Weet je waar ik het dan over heb? Ja. Over onze vakantie in Gran Canaria. Dat is de avond dat we Jessie gemaakt hebben. Ja. Misschien is hij daarom zo druk. Van een appeltje. Dat is geen reclame voor ons. Nee, maar dat is echt... Overigens de enige avond dat ik René met dubbele tong heb horen praten. En ik had de volgende dag nergens last van en jij had een koppijn. Ik had gewoon een kater. Ik drink nooit en ik had nergens last van. Ongelooflijk. Nou, wat heb je weer besteld, schat? Nou, lekker iced tea. Lekkere fuse tea en taxi. Taxi is altijd lekker. Ik dacht, aangezien we januari zoals een ieder ander, begint iedereen in januari met... Diëten. Ontgiften gewoon, echt. En geloof me, er wordt wat ontgift hier in januari. Ik wist niet dat we toch nog een kind kregen. Ja, precies. Ik vond het Arnold Schwarzenegger in... hoe heet die film? Kindergarten Cop. Nee, ja, dat is een andere. Maar jullie weten vast wat ik bedoel. De Arnold Schwarzenegger die dan zwanger is. Zo voel ik me een beetje. Deze had ik niet besteld, maar... Dankjewel Nino. Je weet wat ik bedoel. Ik ben benieuwd. Lijkt een beetje op dezelfde snoepjes als van Katja. Dus ik ben wel benieuwd hoe deze smaken. Het heet ook katjes. Katjes, yes. Ja, katjes, Tepsi. Deze heb ik ook gehad van Nino. Oh, en? Moet je weer alle vrouwen van je afslaan? Ja, dat moet ik sowieso al. Ik rook het toch wel. Lekker hoor. Uit je mag roken. Ja. Deze heb... Ja, lekker. Ja, ah. Jij gaat dat ding gaan spuiten in mijn neus. Ken jou? Nee, helemaal niet. Nee, ik heb toch geroken. Ook lekker. Maar deze anders, hè? Deze hebben we nog nooit gehad. Nee, maar ik rook het wel. Keratonic Ginkgo. Die heb ik ook gehad. Oké, dat is lief. Die is voor jou. Ja. And your friends. Deze? Die hebben we weer besteld. Ja, maar is dat dezelfde als die we de vorige keer hadden? Ik denk wel dat hij wat anders is. Ik dacht ook dat hij anders was. We gaan hem even maar het is wel hetzelfde flesje. Dus ja. En hij was ook groen. Lekker. Voor de tweede kerstdag. Zoete aardappelfriet. Yes. Waar we dus geen ruimte voor hebben. Ja, inmiddels toch wel. Nee, ja, misschien. Rum raisin. Rum and raisin ijs. Ja, wij houden van ijs. Weer een, wat is het, een 5 liter? 5,5 liter bak. 5,5 liter. Misschien dat we die andere twee in één bak kunnen doen. Die hebben lekker drinken allemaal. Ja, dit zijn die pakjes die we de vorige keer ook hadden. Ja. Die vond ik heel erg lekker. Ik dacht... Lekkere chocomel. Vindt Jessie sowieso heel erg lekker. Mama ook. Dit is ook al een aparte. Fanta. Ja, die ben ik ook benieuwd naar. Strawberry kiwi. Gaan we proeven. Super lekker. En is het een zero of dat niet? Nee. Die zijn er wel volgens mij ook in zero.
En dit is... Dit was allemaal niet zero. Dit is gewoon Exotic. De Fanta Exotic. Die vind ik ook heel erg lekker. Nou ja, Cola Zero is niks speciaals aan. En dit dacht ik voor de feestdagen. Ja? Een hele bijzondere. Wat is dat dan voor bijzonder? Captain Morgan. Ja, Captain Morgan. White Rum Mojito. Oh. Sorry. Ik weet nou niet wat we nou allemaal nu even gaan proeven voor het eerst. Nou, in ieder geval geen alcohol, want ik ben oproep. Oh ja. Mijn allerlaatste week. Ja. Dan is het finito. Dan is het klaar met de oproepdiensten. Ja. Daar ben ik ook wel aan toe, moet ik zeggen. Ja? Ja. Ik had gewoon de laatste keer toen ik weg werd gebeld, midden in de nacht, voor een ziekenhuisbewaking. En toen dacht ik, ik heb hier helemaal geen zin meer in. Ja, ik was op een dinsdagnacht. Woensdag heb ik natuurlijk Jessie altijd. Ik dacht van, René die moet werken. Kan ik ze bereiken? Kan ik ze niet bereiken? Kan Jessie weg? Ik vond het zo gedoe. Ja. Ja, nou ja. Volgens mij is dat ook de dag geweest dat ik, of in ieder geval de dag later, dat ik echt dat mailtje heb gestuurd van, joh, kap mij. Ja. En een maand later ben ik aangenomen voor een nieuwe functie, dus. Ja. Dan zou het sowieso vervallen. Komt helemaal goed en groot gelijk gewoon... Nu lekker kiezen voor hetgeen wat je leuk vindt. Ja, dat ben jij. Dank je. We zijn ondertussen dus op de PlayStation aan het spelen. En echt een super grappig spelletje van PlayStation zelf. Ja, de Playroom. En je gaat eigenlijk door de PlayStation heen, door de jaren heen, denk ik ook een beetje. Ja, nou, je zit in principe in de PlayStation 5. Daar loop je rond. Ja. En dan... verzamel je allemaal oude PlayStation onderdelen van de voorgaande PlayStations. Ja. Dan ga je helemaal door hele leuke werelden. En die was in PlayStation 4 ook al, maar lang niet zo uitgebreid als deze. Ik vind het zo grappig als je hem laat dansen. Ja, hij doet echt super grappige dansje. Ja, doe die maar eens na. Ja, die? Ik kan het niet. Nee. Ik heb hem ooit wel kunnen. En hij doet deze? Oh ja. Die? Hij doet de Carlton. Hoe dat maakt, hè? And not unusual to be alone by anyone. Ja, die doet die. Laat hem even zien op de computer, dat is leuk. Oh. Dat is zo schattig. Wat doet u er meer? Ja, die drie weet ik even. Oké. Kijk, dus nu zit je dus in het spel. En je kan eens even inzoomen. Anders is het niet leuk. Moet even voor naar hem toe kijken. Ja, oké. Okay, laat hem even dansen. Hi. Kijk dan. Dat is zo schattig. Nou, doe even de staying alive. Oké. Okay. Oh ja, die dan. Hé hey dan. Kijk dan. Hé, de Carlton. Doen we die nog eens? I'm not unusual to be alone by anyone. Ja, die is echt leuk. Dus, laat eens even wat zien van het spelletje, schat. Hoppakee. En trekken. Kijk, dan ga je erin. Moet je even de rits weg doen. Ja, met dat ding. Dus. Dat doe je dus zo. Voet. Hup, rits dicht, jongen. Ineens ben je balletje. Boom. En fly. Woep. Centjes. Centjes. Poink, poink, poink. Nou ja, dat dus. Ja. Nou ja, je kan dus ook vliegen en... Het kaart kijken, zeg maar. Nee, dat hebben we nog niet eens ontdekt eigenlijk. Nee, we zijn nog vol in het spelletje. Jessie vond het ook heel erg leuk om te kijken. Ja. Hè? Dus dat is wel grappig. En dan laten we even lekker even in bad gaan. Even stomen. En dan morgen gaan we kerst vieren bij mijn vader. Ja. Gezellig. En dan gaan we bingo. Een bingootje doen. Ja, maar het is geen bingo, maar het is het andere. Oh ja. Dat met die hele kaart. Nou ja, in ieder geval een soort van bingo, maar dan dat je veel sneller... Kanonnen, nee. Dat je veel sneller cadeautjes krijgt en ja. Dus dat wordt gezellig. Superleuk. Slaap lekker. Slaap lekker.
Een hele goede avond. Wij zijn helemaal naar Tilburg. We hebben ons helemaal gedolfd. Want wij vieren lekker kerstavond. Het is nog niet echt avond. Niet echt kerstavond. Maar wij vieren het wel alvast gezellig in Tilburg. En we gaan kienen. Dat is gewoon een soort van bingo. Maar dan dat je veel sneller prijs hebt. Dus daar houden we van. Kom gezellig mee. Kijk eens dan, wat mooi. Die heb jij gekozen, hè, vanuit de... Ja, het is vandaag de 24e. We zijn net wakker met z'n allen, dus 9:30. De batterij is opgeladen. En Jesse Silver, het is 24. Het allerlaatste vakje mag open. Jee, want het is kerstavond vandaag. En ook hebben we dat gisteren al een beetje gevierd. En nou komt de kerstman. Oh. Nou, van de kerstman! Ja. Echt waar? Denk jij? Ja, duwen! Oh, nee! Wat is het? Wat is een seconde regel. Een sok. Een kerstsok. Een stocking. Wat zegt hij? Een kerstsok. Een kerstsok. Ja! Nou, dat klopt helemaal. We hebben een croissantje op en we hebben heerlijk chocolademelkje op. Ja. En nu gaan we eventjes naar de... Mama heeft zich weer een beetje opgemaakt. En we gaan even gezellig naar de tuinwinkel. Gewoon even naar het tuincentrum, even lekker rondlopen. We willen nog twee planten voor in onze plantenbakjes. Plantenpotten, moet ik zeggen. En gewoon even gezellig naar buiten. Nou, we hebben juist niks gekozen. Nee, we zijn weer teruggegaan met niks.
Dan vinden we toch niet helemaal wat we nou precies bedoelen. En dan kunnen we ook geen keuzes maken. We hebben wel een hele gave vaas gezien. Die ik al een hele tijd op het oog heb voor onze bloesemboom dadelijk. Ja. Dus voor een huis. We flirten er al een tijdje mee. We flirten er al een tijd mee. Hij is nog door niemand opgepikt. Nee. Nee, maar hij toe. Is ook wel gewoon knijterduur. Ja, hij speelt wel hard to get inderdaad. Dus we hebben hem toch nog maar even laten zweten en even laten staan. Ja. Een paar keer knipoogd en maar doorgelopen. We hebben nog even een dealtje geprobeerd te sluiten met de eigenaren, maar ook die gaven niet toe. Nee. Nee, want we hebben eigenlijk het soort gelijke gevonden op een andere site. En daar was die gewoon €200 goedkoper. Ja. Dus daar is die dus niet van. Het merk? Nee, dan is dit dus niet van precies dat merk, maar iemand die het waarschijnlijk heeft nagemaakt. Maar die is wel €200 goedkoper. En dan denken we, ja, gaan we gekke Henkie zijn? En of laten we het even aan ons voorbij toch gaan? Ja. En gaan we er nog eens even goed over nadenken? Het grote ding is, maar misschien dat we die andere site gewoon even een berichtje kunnen sturen met de vraag voor andere foto's. Ja. Dus dat we... Hier zien we hem staan, weten hoe mooi die is. En op die site lijkt hij hetzelfde. Ja, misschien is die toch een andere afmeting. Met iets een andere kleur. Ja, precies. Ik had wel op de foto het idee dat hij iets meer oranje erin had zitten. Ja. Iets meer, ja. Ja. Maar goed. Dus het was, we waren weer even lekker eruit. Ja, jongens. Toch even frisse lucht gedaan. Ik heb even kunnen babbelen. Precies. Dus Silver ging weer even met iedereen praten. Altijd leuk. Wij gaan nu terug naar huis. En Sergio gaat dan nog eventjes boodschapjes doen. Kleine boodschap voor tweede kerstdag. En daar moet ik nog wat vlees extra bij halen. En lekker popcorn vanavond. En wie weet, komt dan de kerstman wel vanavond? Denk je? Wat is hij? We hebben een zwembad. Waarom moet ik... Wat heb je gedaan? Wat de... Piep? Ik vind het echt niet leuk hoor, Jessie. Dat vind ik echt heel raar. En je hebt het niet één emmertje gedaan. Je hebt er gewoon heel veel gedaan. Holy moly. Ja, kom maar schat, ik doe dit wel. Nee, Jessie, schat, schat, kom maar, ik doe het. Ja, nee, ja. Nee, maar dan, ga, ja, maar dan kun je toch andere dingen doen en dan ga ik met hen toch in bad. Geen lekker, Jessie. Oh. Heb je nou gewoon een zwembad gemaakt van de badkamer? Nee, niet meer. Oh, gelukkig. Papa heeft alles al gedaan. Oh, gelukkig. Hé, hey, kijk daar! Oh. Hey. Wat kijk jij daar graag? Huh? Crybabies, hè? Uh-huh. Vind jij leuk? Hoi, Jess. Huh? Hoor je daar beneden? Doe het geluid van de tv eens uit, schat. Oh, papa, een beetje over. Huh? Wie heeft die aangezet? Heb jij die aangezet? Misschien is die zelf aanzet dat die magische kracht heeft. Dat die zelf aan kan. Is dat, heeft dat dan met de kerstman te maken? Dat heeft de camera aan. Gaan we kijken? Ja! Ga jij? Ik... Nou. Goed, echt waar? Ik denk dat ik hem al... Hé? Ik denk dat jij eerst moet gaan. Ja. Ja. Nou ja, zeg. Hé? Hé? Je staat wel heel hard. Zo. Huh? Huh? Denk je dat de kerstman is geweest? Kijk! Hè? Huh?
Nou, terwijl wij aan het douchen waren. Is dat de kerstman geweest? Ja! Nou, die gekke kerstman! De kerstman heeft ons huis weer gevonden! Ja, het ging helemaal met de kerstman! Wacht even, we moeten eerst even kijken waarover een naam op staat, hè, overal. We houden van cadeautjes, hè? Ja, we houden zeker wel van cadeautjes, ja. Is de kerstman zomaar geweest? Ja! Nou ja. Hoe kan dat nou? Het is wel echt weer magisch gewoon. Het is echt wel. En we wouden vandaag precies wouden we kerstfilm gaan kijken. Ja. En popcorn eten. Ja, en daar is de kerstman geweest. Nou ja, die is dan echt wel heel snel geweest, hè, stiekem. Zullen we hem openmaken? Ja, ik ga even de camera ergens neerzetten. Yay! Ja. Zag jij hem wegvliegen in de slee? Ja, nou is hij al weg. Oh, ik zag hem wegvliegen, Jess. Heb jij hem weer gezien? Hebben wij hem gemist? Waar is die kerstman zo aan geweest? Nou, ik zet even zo. Oké, kom, we gaan. Ik ga eerst even kijken, want de kerstman die schrijft altijd met magische letters. Welke wil je als eerste? Welke zullen we kijken voor wie het is? Deze? Voor mij. Laat mij even kijken. Die is inderdaad een beetje zilver. Een nieuwe dip! Een nieuwe! Een nieuwe! Nou, wist je dat de oude kapot was? Huh? Ja! De kerstman moet het hebben geweten. Alwetende man ook, hè? Hij weet hem alles. Wat zeg je dan? Gefeliciteerd. Dankjewel, kerstman. Ja! maar die kunnen we dan samen met jouw andere verbinden. Ja, dan heb je een dubbel zo grote baan en een nieuwe auto. En een nieuwe auto. Zal ik even kijken? Die is inderdaad voor jou. Is die inderdaad voor mij? Die is inderdaad voor mij, papa. Ik zie die inderdaad. Wat? Ga jij mij helpen? Controller. Oh. Even kijken. Mijn eigen controller. Deze is het. Is jouw kleur roze of zo? Ja. Cosmic pink. Even kijken. Die is inderdaad voor jou. Oh, die is inderdaad voor mij. Oké. Zal ik je even helpen? Ja. Mijn kastje is voor mij. Wat? Een doosje. Ook de eigen. Ja, dat is ook dus om ze op te laden. Oh, dat is om ze op te laden, dat is handig. Nou, dat is zeker handig. Dan kunnen we met z'n allen op de PlayStation spelen. Kijk! Oh, die is wel heel groot. Is de allergrootste voor ons allemaal samen misschien? Ja, deze is voor ons allemaal. Wacht even. Deze is voor ons allemaal. Hij is wel zwaar. Oh, wat een mooi papier. Oh, dankjewel kerstman. Dat is een hele grote keukenmachine, Bessie. Dan kunnen we weer cakejes maken. Dan kunnen we cake mee maken. En pepernoten. En taart. En pizza. En brood. En slagroom. Dan zeggen we... Dankjewel, kerstman! Zo, die kerstman toch. Die had een paar centen over. We hebben nog een pakketje. We hebben nog een doos. Die moeten we eventjes... We hebben nog een doos. Oh, die is zwaar. Zeg. Oh, die is zwaar. Even kijken, jongen. Hoor. 1, 2, 3. Hey!
Dat is echt het allermooiste cadeau. Vingers. Nee. Ja? Wat is het? Wat is het? 1, 2, 3. Het is een Jessie! Jessie! Ja, dat was een feest weer, hè? Nou, die kerstman toch? Oh ja, waar dan? Ja, wat zit er allemaal bij? Ben je blij? Ja. Ja? Ja, ik ben heel blij. Het is een deeghaak. Oké. Dit is om beslag te kloppen. En dit is om slagroom. Ook te kloppen, inderdaad. Dit is meer voor slagroom, sambayon, dat soort dingetjes. Zo is hij mega zwaar. Ja. Mooie grote kom. Met een hendel eraan. Leuk. Ik heb wel het idee dat het andere autootje wat sterker was. Ja. Ja, dat idee heb ik ook. Woe! Zo, oké. En dan gaat hij door het deurtje heen. Poef! Oh. Zo, een dinosaurus land. Dus er is park in. Hé, ben je er blij mee, Jess? Ja. Ja? Zullen we even lekker wat eten? Een hele goede middag. Het is vandaag eerste kerstdag. Sergio heeft gewoon moeten werken. En Jesse en ik hebben even een luidagje vandaag. Ik ben een beetje misselijk geworden. We gingen vanochtend even samen een spelletje doen op de PlayStation. Maar dan gaat het zo heen en weer dat ik echt gewoon helemaal misselijk ben geworden. Ja. Dus dat was even wat minder. Maar we hebben een lekker pyjama-dagje, hè? Ja, en nou gaan we koekjes pakken. Let's go! Juist. Alright, Pop Tour Ranger. Ja, dus we dachten nu, we gaan even wel gezellig koekjes bakken. Ja. Een morgen komt alle familie. Gaan we gezellig vieren. En nu gaan we het lekker gezellig. Ik heb al de hele tijd kerstfilms opstaan. Ja, we werken eigenlijk ook allemaal kerstfilms. Ja. De een en de ander. Ja, leuk toch? Oké, let's go. En dan gaan we het kerstcadeautje van papa gebruiken. Hè? Zeker weten voor de eerste keer. Even kijken, want er zit een mooi. Oké, let's go, Jules. Let's go, Jules. Hey. Hoppakee. Wat? Hij stijgt op. Zo, wat ligt er allemaal voor het koekje? Ja. We hebben 100 gram boter. Ja. We hebben 1 ei, daar hebben we de dooier van nodig. Oké. We hebben 150 gram suiker, een snufje kaneel en een snufje gember. Ja. En 175 gram bloem. Dan gaan we eerst de klontjes boter erin doen. Dan ja. Wat kleiner. Ik heb al de grote daarin gedaan. Ja, dat is niet heel erg. En dan de bloem, de suiker erbij en de eierdooier. Zo, de boter zit erin en alleen de eierdooier. Yes. De suiker mag erbij, Jess. En? Ja. Ja, goed zo. Dan gaat de boter vol met suiker en dan met ei. Ja, gaat hij je mixen. Zo die energie oh, eruit. De anger. Goed zo. Heel dun en heel groot moet die, Jessie. Oh. Oh. Kom, even kijken. Nou, ik wil hem wel opnieuw maken, oké? Ja, doe al die stukjes erbij. Zo, dat ruikt lekker. Ja. Zo. Ja, rendier is echt leuk. Nee, rendier is wel goed gelukt, ja. En tepels. Oh nee, daar zijn ze ogen.
Ik dacht wel eerst van, ja, die horens moeten wel heel goed zijn, anders lijkt het te veel ergens anders op. Ik had niet verwacht dat ook de puntjes en de streepjes erin zouden blijven zitten. Ja. Leuk. Nou, Jessie Silver. Ja. Ik denk wel dat jij het eerste koekje mag proberen. Het kan heet zijn, hè? Ja, voor mij mag je, maar... En? Nee, een beetje heet. Oh. Ik! Jessie, hoe smaakt die? Lekker. Goed zo. Mm. Papa, ja? Heel lekker. Hij is lekker. Ja, ik ook. Hij is alleen niet echt... Nee, hij wordt zachter naarmate hij afkoelt. Hij wordt zachter naarmate hij afkoelt? Ja, hij is nu nog een beetje zacht. Zo meteen wordt hij heel hard. Ja, dat is andersom. Naarmate hij afkoelt, wordt hij harder. Ja. Jij zei, dan wordt hij zachter. Even wachten, zus. Oké. Okay. Lekker, lekker. Nou, ze zijn leuk geworden. We laten ze even afkoelen voor dat knapperige. Mama, papa had het verkeerd gezien. Oh, echt waar? Ja. Hoezo? Ja. Huh? Wat had ik verkeerd gezien dan? Kijk dan. Ja? De sushi. Ja, dat is echt sushi. Die wilde jij ook, bedoelde jij? Ja. Ja, I know. Maar ik was nog aan het uitpakken. Ja, voor onze eerste kerstdagmaal hebben wij besloten om gewoon lekker wat te gaan bestellen. Heerlijk. Jij mag sushi. Welke sushi wil je? Ik wil die zwarte. Met komkommer, denk ik. Alsjeblieft. Dankjewel. Goed kouden, hè, schat? Lekker? Mm-hmm. Ja, wij dachten, we doen lekker makkelijk. We gaan eten. Het is altijd een risico als je het gaat bestellen. Maar we hebben er nu eentje in onze Losdijk. En tot nu toe zijn wij niet teleurgesteld. Het is warm. Het is veel. Ja. Het is smaakvol. Het ziet er allemaal vers uit. Ik vind het heerlijk. Wat is er, schat? Mag ik dit toch, ja? Ja. Eet smakelijk. Smakelijk eten. Makkelijk eten. Een hele goede middag. Het is tweede kerstdag. En dat is vandaag bij ons. We hebben besloten dat iedereen wat lekkers gaat maken. Dus dat wordt een drukke boel met weer veel te veel eten natuurlijk. Sergio moest vanochtend helaas nog werken. En die is nog even snel naar de supermarkt. En even een tafel en stoelen et cetera ophalen. Ik ben bezig met de kerststoel. Stoofje staat op. Kerstboom staat aan. Kerstlichtje. Kerstmuziek. We gaan er gewoon een gezellige avond van maken. Jessie Silver is nog even... een slaapje aan het doen, zodat hij het misschien wat langer volhoudt en langer gezellig blijft. Maar dat gaat sowieso goed komen, denk ik, want zijn neefjes en nichtjes die komen. Dus daar kan hij ook lekker mee spelen. Ik heb er weer zin in. Ja, maken. Laat het erin maken. Hey! Een hele goede avond. Hallo, hallo. Het is de dag na kerst. En it's wij Boxing zijn Day. Helemaal kapoetski. Kapoetski. Het was super gezellig. Broken. Maar het was zo druk en dat we gewoon bijna niet hebben kunnen filmen. Maar we hebben er van genoten. Deze avond gaat dan altijd veel sneller dan dat je doorhebt en wilt. Ja. Je wilt altijd veel meer doen. Ja, en we hebben echt allebei best wel... Nou ja, jij hebt nog wel redelijk geslapen, geloof ik, hè? Of niet? Ja, ik had maar wel kort. Het idee dat ik wel goed had geslapen, maar blijkbaar hebben jullie mij toch horen gesproken. Ja, daar merk jij niks van, dus dat scheelt. Ik krijg super slecht geslapen. Volgens mij vooral wel lekker geslapen. Je moeder, mooi. Ja, het is gewoon, weet je, het is gewoon druk. En Jessie Silver ligt ook helemaal knock-out op de bank. Laat even weten hoe jullie kerst hebben gevierd. Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Ja, hoeveel kilo ben je aangekomen? Dat ook. Hopelijk vonden jullie dit weer een leuke video. Ja. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten. En dan zien we weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende video.